In de oorlog en net voor de oorlog ben ik weer een keer met dat klein trammetje mee geweest naar Brugge. Dan ging we rechtstreeks naar Brugge vanaf hier. En dan gingen we naar de Oogarts, naar de Jager, de beroemde Oogarts. En dat was mooi, in de oorlog school de tijd mee baarpunten met het ding. Dat was altijd schoonder. Dat was het kameeltje. Ja, die is later gekomen. Dat was een elektrisch trammetje. En dat was altijd van toet, toet, toet. Te gek! We leven in een tijd van spek en beven. Het is echt niet plus, we bluffen dus. Maar moet op reis even ver of dicht op even. Het zekerstand is met een tram. Je kunt gerust de Vlaanderen voyageren. En hoort of ziet de vliezers niet. Voor hetzelfde dat ze tramtje mitrailleren. En slot refrein, hoe zal het zijn? Rijd je met een tram heel ons België rond? Keer je weer, ik durf ik wetten, haver en gezond. De snelle gam of zelle gam, en drie kechte gam. Koeken, loren, vleken, wat er stopt die lange regen. Allemaal afstappen! Dagen nog tot 9 september is dit Carina Radio. Vanaf de site van metaalconstructie Lispelon aan de Hugo Verdietstraat 12 in Ichtegem. Te gek! Carina hoor je op 97.3 FM en is een organisatie van Tramstatie Ichtegem. Geachte mensen. Geachte medewerkers. Geachte sympathisanten. Geachte mensen van het gemeentebestuur. Geachte meneer de minister. Na 10 jaar wordt het tijd voor een voorbereide speech. Vorige editie konden we geruststellen dat de echte Hemse bevolking hun naam van gordinekikkers oversteeg en in grote getale een warm hart aan ons initiatief toedroeg. Hoewel het ondertussen wel 2 jaar geleden is, herinner ik me nog goed de vlotte samenwerking met de mensen van Carina Radio. En ons goed doel, het Kinderkankerfonds. Er volgde een zware, maar gelukzalige periode die we met een dankbare professor Benoit, bezieler van het Kinderkankerfonds, mochten afsluiten. Momenteel staan we aan de start van opnieuw een race aan activiteiten. Deze maal kozen we als goed doel VZW Te Gek, om hen hier in onze contreien wat meer naambekendheid te geven. Het hoe en het waarom en vooral het belang van hun werking verneem je straks van iemand die de werking van VZW Te Gek door en door kent. Team Tramstatie zal zich gedurende deze 10-daagse met volle kracht inzetten om er iets moois van te maken. De samensmelting van onze 10 te gekke radio-tramstatiedagen komt er wel, daar ben ik van overtuigd. Een welgemeende dank aan huis Mispelon. Zonder de familie Mispelon, die ons hier de kans geeft om samen dit te realiseren, was er van dit groots evenement totaal geen sprake. In naam van VZW De Tramstatie zeg ik een welgemeende dank. Dank aan de zoveel sponsors die ons een warm hart toedragen. Dank om de steun van het gemeentebestuur en het onderhoudspersoneel van de gemeente Ichtegem. Dank aan de mensen van Carina Radio. Zij zorgen ervoor dat niet alleen VTM, maar ook hun muzikaal enthousiasme je dag kleurt. Graag wil ik stellen dat het weer en de opkomst van mensen bepalend kan zijn
Vorige keer waren de weergoden ons goedgezind en nu moet ik mijn tekst aanpassen. Vandaag bewezen ze dit opnieuw. Momenteel wel. Enkele uurtjes geleden niet, helaas. Ik heb de tekst aangepast en ik ga erbij voegen: na regen komt zonneschijn. En dat zien we heel duidelijk. Ik heb hen alvast gevraagd, onze weergoden, om die nazomer nog eventjes vol te houden. Tot slot, iedereen van harte welkom. Iedereen die hier staat, ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen mogen begroeten tijdens deze 10 soms te gekke radiodagen. Dan geef ik nu graag het woord aan Ronnie Boy van Carina Radio. Dank u wel. Ik heb geen briefje mee. Dat heb ik ook niet nodig. Wij moeten eigenlijk ons niet voorstellen. Misschien wel aan de minister. Minister van Cultuur en ook van Media. En wij hopen dus dat hij ons gezind blijft. Dat we ook in de toekomst nog vrije radio kunnen maken. Als, niet als vrije radio, compleet. Want dat waren wij vroeger voor de mensen. Wij zaten vroeger in de Veldstraat in de jaren 80. Begin jaren 80. Daar zaten we op 102.5 FM. En wij hadden de, hoe zou je het zeggen in het Vlaams, de keuren om 2 jaar geleden dit initiatief nog een keer over te doen met de mensen van de tramstatie. Dus 2 jaar geleden hebben we dit terug in gang geschoten. En ik moet jullie vertellen, met dezelfde DJ's of in de jaren 80. Dus een hartelijk woordje van dank dus ook voor alle DJ's die meedoen aan dit project. Want het zijn allemaal nog dezelfde DJ's van vroeger. 30 jaar ouder, net zoals ik zeg. Maar we doen het nog altijd met heel veel enthousiasme. We draaien hier 10 dagen lang. En ik kan zeggen 24 uur op 24. Dus we draaien van 's morgens 7 uur, meneer de minister, tot 10 uur 's avonds live programma's. We hebben ook 4 Nederlandse DJ's in dienst. En die zijn hier ook aanwezig. Vandaag niet, maar morgen namiddag komen die. Dus ik vind dat een heel mooi initiatief. Wij steunen. 2 jaar geleden was het Kinderkankerfonds en wij zijn blij dat we dit jaar kunnen meewerken aan de campagne van Te Gek. Want wij vinden het echt dat ook die campagne moet gesteund worden. Dus ik zou ook zeggen, ik weet niet wie de volgende speaker is, die mag ook naar het podium komen, ik ga het heel kort houden. Ik zeg bedankt aan alle mensen van Echtigem dat jullie luisteren op de 97.3 en wij zijn er tot en met zaterdag aanstaande. En we gaan ook nog een interviewtje krijgen van de minister, geloof ik, in onze studio. En ik zeg hem alvast bedankt bij voorbaat. Dank u wel. Goedenavond, ook namens het project Te Gek. Hartelijk welkom op deze 10 te gekke tramstatiedagen. Echtigem, 10 dagen in het teken van het project Te Gek. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Ik denk dat heel wat mensen Te Gek ondertussen wel kennen, want Echtigem hangt vol met affiches waarbij bewoners van de gemeente geposeerd hebben, net zoals Jeroen Meus destijds met de Te Gek soeptassen. Dus het is heel fijn om hier binnen te rijden en te zien hoe Echtigem volledig in het teken van Te Gek staat. Misschien toch nog kort. Te Gek is een project dat, kort gezegd, psychische problemen in Vlaanderen bespreekbaar probeert te maken. Geestelijke gezondheid in Vlaanderen bespreekbaar probeert te maken. Cijfers zeggen dat 1 op de 4 mensen ooit zelf te maken krijgen met psychische problemen. 1 op de 4, dat is dus natuurlijk heel veel. Dat betekent dat we allemaal, ofwel zelf, ofwel minstens in onze familie of dichte kennissenkring met psychische problemen te maken krijgen. En ondanks dat feit, ja, praten we daar toch niet zo gemakkelijk over? Bestaat er een groot taboe daar rond? En worden mensen die ermee te maken krijgen en die daar hulp rond gaan zoeken, toch ook nog vaak gestigmatiseerd? En ja, daar rond zetten wij met Te Gek grootschalige initiatieven op al vele jaren. We hebben deze week maandag de nieuwe campagne opgestart, 4 voor 12. Die campagne werd in West-Oeter opgestart op de Belcanto Classic. Meter Stella Sou en onder andere minister Van Deurzen hebben die campagne daar afgetrapt.
En 4 voor 12 staat eigenlijk voor de 4 belangrijkste signalen die aangeven dat iemand het moeilijk kan hebben. De campagne wil ook overbrengen, dus naast wat zijn die 4 belangrijkste signalen, wat doe je dan ook best als je in je omgeving merkt dat iemand het moeilijk heeft en dat je die signalen opmerkt. De 4 signalen staan ook uitgebeeld hier achteraan op het podium en ook op deze enige echte officiële 4 voor 12 affiche, die ook slechts op 1 exemplaar ondertekend is door de meter van Te Gek Selassou, door de Peter van Te Gek Giswinde, door minister Van Deurzen en door de verschillende organisatoren. Deze officiële kader hebben we vandaag al fietsend overgebracht van West-Toeter naar Ichtegem, samen met de Ichtegemse fietsclub Blijf Jong, dacht ik. En deze kader zal nu 10 dagen in het bezit zijn van Ichtegem en nadien wordt die weer doorgegeven aan een andere gemeente. Op de website 4voor12.be kan u alle informatie vinden over die nieuwe campagne van het project Te Gek. En dan hebben we nog iets speciaals. Er zijn al 3 gemeentes in Vlaanderen die het kwaliteitslabel Zot van Te Gek ontvangen hebben. Te Gek reikt dat label uit aan gemeentes die zich op een hele bijzondere manier engageren rond welzijn en geestelijke gezondheid in hun gemeente. En de Te Gek-commissie heeft zich eens grondig gebogen over de 10 te gekke tramstatiedagen. En ja, wij vinden na wat jullie hier verwezenlijken op een hele bijzondere manier, met hele bijzondere activiteiten, mensen 10 dagen samenbrengen, elkaar laten ontmoeten, zorgen dat mensen bij elkaar terecht kunnen. Wij vinden dus dat de gemeente Ichtegem absoluut ook dat kwaliteitslabel Zot van Te Gek kan ontvangen. En dus, dan gaan wij nu dat Giswinde, Peter van Te Gek, zal dan dat kwaliteitslabel naar aanleiding van die 10 te gekke tramstatiedagen overhandigen aan het bestuur van deze organisatie. Misschien Luc en Luc. Oké, voilà. Proficiat. En dan geef ik het woord opnieuw aan de voorzitter. Dank u. Goed. Dan ga ik nog iemand aankondigen. Meneer de minister van Cultuur, Sven Hats. Dank u wel. Goedenavond, beste mensen. Een korte speech, dat is in elk geval altijd de ambitie van elke minister, of zo zou het toch moeten zijn, want ik denk dat iedereen nu wel wacht om aan de feestelijkheden te beginnen. Er staat jullie dan ook heel wat te wachten. Er zal een ambiance aan de tramstatie zijn. Ik denk dat er 10 propvolle dagen geprogrammeerd zijn in deze wijk. En ik heb mijn huiswerk gedaan, die volgens mij gezegd is 5 straten telt, 220 huizen en ongeveer 500 mensen. En hopelijk komen er hier nog anderen over de vloer. Het is belangrijk dat we zo'n dingen kunnen doen in Vlaanderen, in België, om een stuk verbondenheid te creëren. We zijn allemaal mensen met een goed gedacht, met een sterke persoonlijkheid. Tenminste, dat denken we soms, maar we komen elkaar ook graag tegen. En het is dan ook heel mooi dat een hele grote groep vrijwilligers die 10 tramstatiedagen organiseert. Een dikke proficiat aan hen. Wij weten dat het verenigingsleven in Vlaanderen zonder vrijwilligers gewoon niet zou bestaan. Gelukkig zijn er nog altijd heel veel vrijwilligers. 1 Vlaming op 5 heeft toch een langdurig vrijwillig engagement. We gaan dat zo proberen te houden. We proberen dat te ondersteunen vanuit de Vlaamse regering. Door iets betere informatie te geven, door het vrijwilligersstatuut te verbeteren en door ook eigenlijk meer samen te werken tussen de verschillende overheden, dat vrijwilligers overal goed gesteund worden. Hier in de gemeente Ichtegem, maar evengoed in Vlaanderen en federaal. Daar zal u zeker de komende maanden nog over horen. Maar genoeg gezegd, ik denk dat het ook heel mooi is dat een festival met activiteiten voor jong en oud, cultuur, muziek, een bier natuurlijk. Ik heb daar juist met Mark Strubbe gepraat en ik weet dat dan wel in orde zal zijn hier.
dat het allemaal op jullie zit te wachten. Maar het is ook heel mooi dat er een goed doel aan deze tramstatiedagen gekoppeld zijn. Het is al uitvoerig aan bod gekomen, te gek. Vind ik zelf ook heel belangrijk dat we meer begrip kunnen tonen voor mensen die geestelijke gezondheidsproblemen hebben, dat we het ook sneller kunnen herkennen, dat we hen meer steun kunnen geven en dat we het op die manier in onze maatschappij meer kunnen omarmen. Dat is allemaal heel belangrijk en ik denk dat jullie daar ook van doordrongen zijn. Ik ga het niet langer houden. Ik ga niet langer spreken, bedoel ik. Ik hoop dat jullie hier 10 te gekke dagen meemaken. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Zorg dat je na dag 3 nog wat energie over hebt om tot dag 10 te geraken. Hè. Niet alles geven vanavond, bijna alles, maar niet helemaal. Maar maak er in elk geval een mooie avond van en een mooie 10-daagse. Proficiat aan de levende gemeenschap hier. Dank u. Dank u wel. Naast mij nog een belangrijke mededeling. Vanuit VZW de tramstatie schenken wij een vat bier. En dat is te verkrijgen aan de rechterzijde, aan de rechterkant. Daar krijg je ook fruitsap. Dus gratis bier en fruitsap. Wie andere zaken wenst, die kan aan de linkerkant terecht. Daar is het helaas betalend. Goed. Goed, dank u wel. De radio nu nog. Goed, ben er nog niet. Nog een laatste en zeer belangrijk punt. Normaal gaan wij over tot het knippen van een lint bij een opening. Hier gaan we het symbolisch anders aanpakken. We hebben hier een oud radiotoestel en ik zou vragen dat meneer de minister een beetje dichter komt. En we gaan dit proberen. Als hij aan de knop draait, zouden we normaal moeten lawaai krijgen. Ja, doet u maar. Carina ja. Radio brengt de jaren 80 terug naar Ichtegem. De mensen ja, fantastisch. Dankjewel. 8 dagen lang bij Carina Radio in Ichtegem. Carina Radio geniet ervan. Is een initiatief van Tramstatie Ichtegem. Dat betekent dat we officieel gestart zijn. Eigenlijk al een hele dag. Maar nu echt officieel. Als de minister zegt dat we moeten starten, dan starten wij. Zo zijn we hier bij Carina Radio. Let's wait.